Hey, hier gaan we weer. Ik heb jullie al uitgelegd in het vorige filmpje waarom dat ik begin met figuren van één ballon. Ik ga het voor degenen die dat filmpje of dat stuk hebben overgeslagen toch nog eens zeggen. Als je kunt figuren maken met één ballon, dan kun je eigenlijk ballon plooien. Het is gemakkelijker om figuren te maken met verschillende ballonnen, maar door dat te oefenen met één ballon, ga je de verschillende technieken onder de knie krijgen. We hebben vorige keer een hondje gemaakt. Wat we nu gaan maken. Daar zit een klein nieuw techniekje in. Nu gaan we een loop maken. Het hondje bestaat alleen maar uit bubbels. Maar de volgende figuur gaan we een loop maken, wat eigenlijk niet meer is dan een loktwist met één bubbel. Die oortjes die we samengedraaid hebben van de hond, dat was een loktwist met twee bubbels. Ik weet niet of ik dat vermeld heb, maar dus als je twee ballonnen samendraait en ze niet meer loskomen, zitten we met een loktwist. Kwestie van de terminologie nog eens te herhalen. Oké, we gaan deze keer een papegaai maken. Ik denk niet dat jullie het goed kunnen zien, maar dit hier is de papegaai die we gaan maken, een vogeltje in een ring eigenlijk. Oké? Je pakt een ballon gelijk welke kleur, want papegaaien bestaan in alle soorten kleuren en je kiest maar, laat het kindje maar kiezen welke kleur hij wil. We gaan beginnen met hem op te pompen en we pompen hem bijna volledig op. Dus opnieuw op de 260 pomp. Zo, tot als we, deze is een beetje te dik, een klein beetje lucht aflaten, tot als we hier nog een klein deurtje over hebben. Oké? Maak een knoop. Als je niet goed weet hoe je een knoop moet maken, daarover komt er nog een andere video. Maar dan zitten we hier. Oké. Maar ja, wat ik ook altijd doe, ik doe de lucht van hier altijd een klein beetje terug naar daar, want straks gaat de lucht, als we het samen knippen, toch allemaal naar daar komen. Oké? Een kleine tip van een professional. Nee, goed. We beginnen met de kop van de papegaai. En de kop van de papegaai is eigenlijk hetzelfde als de oortjes van een hond, zonder zijn snuitje erbij. Dus een loktwist van twee bubbels. We maken een drievingerbubbel. Geen vier vingers zoals bij de hond. Drie vingers. We draaien de ballon. Drie keer. Twee. Drie. Dus één bubbel. Daarachter maken we een bubbel opnieuw van drie vingers. Die mag ietsje groter of ietsje kleiner zijn, want dat gaat een klein beetje de kop en de bek vormen. En dan kan je kwaad dat die niet even groot zijn. Dus hebben we dit. Nu gaan we een loktwist maken van die twee bubbels. Hoe gaan we dat nu doen? Want we hebben hier geen bubbel om mee te lokken. We pakken de knoop vast, maar echt wel de knoop. Dus niet het teutje wat je gebruikt hebt om op te blazen, maar de knoop achter het teutje en al. Die plooien we samen en je draait de knoop mee in de loktwist. 1, 2, 3. En dan hebben we dit. Oké, die blijft mooi staan. Om er zeker van te zijn dat het niet loskomt, pak je het stukje van de knoop en je draait dat door de twee bubbels. Voilà. Dat is het begin. Dat is de kop van de papegaai. Je kunt wel een beetje herkennen de bek en ja, zijn hoofd. Oké? Stap nummer 2, nu gaan we een loop maken. Een loop is gewoon één lange bubbel die je samen, dus eigenlijk een lus, hè, het is zo eenvoudig, die je samenplooit. Dit wordt straks de staart van de papegaai en nog een stukje lichaam ook. De lengte hiervan bepaalt hoe lang dat uw staart en het lichaam van de papegaai is. Ik heb hier, ik denk, een dikke 20 centimeter. Die ga ik samendraaien met de kop. Als je dan heel veel schwung wilt doen, dan steekt het warm voor de lus en je draait daar maar een beetje aan. Maar drie keer draaien is eigenlijk genoeg. Oké. Dan hebben we dit. Het is misschien moeilijk om nog te volgen. Dus we hebben twee bubbels, we hebben die gelokt. Daarachter hebben we een loop gemaakt en de overschot is de staart. Ja? Oké. Als je niet kunt volgen, kun je altijd terugspoelen. Hè? Nu pakken we alles samen. Dus we doen de staart en de loop naast elkaar. En ongeveer halverwege van het staartstuk knijpen we de ballon dicht. We knijpen hem helemaal samen en we geven er een draai aan.
drie keer opnieuw. Dit, je kunt het al herkennen zo, hè. Kijk, dit is de bek van de papegaai, de kop van de papegaai, het lijfje van de papegaai en de staart van de papegaai. Maar hoe moet die papegaai nog in het ringetje komen? Als je het lijfje erdoor duwt, zo hoor, ga je me niet verstaan, hè. Het lijfje erdoor duwen, op die manier, en dan hebben we een papegaai in een ring. Die vind ik zelf super leuk. Toen ik die leerde maken, was ik daar wel heel blij mee. Om de papegaai af te werken met de stiften, pak je weer je Sharpie. En het is heel eenvoudig, tekent twee oogjes. Dat is de kop, dit is de kop. Als je het zo bekijkt, de grootste bubbel is de kop, de kleinste bubbel is de bek. Zie je zo. En ik weet niet of je het op camera goed kunt zien, maar kijk eens. Dit is een prachtige. Ziezo. Gefeliciteerd met jullie tweede ballonfiguur. Ik hoop dat je meegedaan hebt. En ik hoop dat jullie ook foto's van jullie figuur op de site zetten. Dan kan ik ook zelf zien wat jullie vorderingen zijn. Hoe dat zijn. Kan ik eventueel helpen, commentaar geven over verhoudingen of weet ik veel. En probeer ook te experimenteren met verhoudingen. Ik heb nu gezegd drie vingerbubbels en dat samenknijpen en zo. Je kunt de ring groter maken, de staart korter maken, de papegaai groter maken. Daarmee kun je naar hartelust experimenteren. Veel succes ermee. En ja, hou mij op de hoogte van uw vorderingen via het forum, via mail. Laat weten wat je ervan vond. Tot de volgende. Dag.